Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Hallo, mijn naam is Ewing Curry en ik geef de workshop Moeiteloos Leven op de vrijdagen van de oneven weken op de bewustzijnsschool van 1:30 tot 3:00. Vandaag gaan we het hebben over beginsel 4, ongebonden intentie. De ongebonden intentie betekent dat je een intentie in het veld zet en de resultaten loslaat. Om het resultaat los te kunnen laten, geef ik jullie vandaag een hartmeditatie. Ga dus ergens rustig zitten waar je niet gestoord kan worden of liggen. En sluit je ogen. Geef je over aan de mat, aan de grond onder je. Voel hoe de grond jouw lichaam raakt en jouw lichaam de grond raakt. En haal dan even door de neus diep adem in en door de mond weer uit. Door de neus in en door de mond weer uit. En dan nog de laatste keer helemaal in tot je tenen en kruin van je hoofd. En laat maar los. En voel dan je benen vanaf de onderkant van je voeten. Langzaam naar boven, naar je heupen. Laat je buik ontspannen. Je bekken ontspannen. En voel hoe je bekken steeds meer naar de grond toe zakken. En voel je borstbeen en je ribben verzachten. Je schouders ontspannen. Laat alles spanning in de spieren die daar eventueel zit, helemaal los. En voel hoe je armen steeds zwaarder worden, zodat je nog een beetje dieper kan ontspannen. En laat je keel en je nek ontspannen. En voel hoe de spanning langzaam uit je weg glijdt. Je ontspant je voorhoofd en je wenkbrauwen, je wangen, je neus, je kaken laat je een beetje hangen en je ontspant je schedel en ook je hersens. Je hersens verbonden aan je ogen, zodat je ogen zich helemaal kunnen ontspannen. Alle spiertjes in en rondom je ogen laat je los, zodat je ogen in je oogkassen kunnen dobberen. En voel dan hoe je hart klopt in je lijf. Misschien voel je hem in je borst. Misschien wel in je benen of je tenen, in je keel of je armen, je vingers. Wees je bewust van het kloppen van je hart. En ga helemaal naar binnen, binnen in je hart. Adem in door je hart en uit door je lijf. Adem in door je hart. En uit naar je lijf.
Voel de ruimte bij je hart groter worden. De ruimte bij je hart gaat open. Laat je hart zich openen in deze ruimte. Ga naar binnen, binnen in je hart en maak het open. Stel jezelf open voor de energie van je eigen hart binnen de ruimte in je hart. In de ruimte in je hart ga je naar de ruimte in de ruimte, waar je nog dieper naar binnen gaat, dieper en dieper, tot je niet meer verder kan of oneindige diepte bereikt. Bij oneindige diepte oneindige diepte binnen in je hart. Voel je connectie met de ruimte. Connectie met de ruimte binnen in je hart. Adem in door je hart en uit door je lijf. In door je hart en uit door je lijf. En diep van binnen krijg je de ruimte in de ruimte om te voelen: wat is mijn allerdiepste wens? Wat is mijn allerdiepste wens hier in mijn hart, in de ruimte van mijn hart, in de ruimte van de ruimte van mijn hart? Laat het zich manifesteren en vormgeven binnenin je hart, in de oneindige ruimte van de ruimte van je hart. Laat de intentie zich vormen in kleuren, symbolen of woorden. Voel deze symbolen of woorden. Voel ze. Maak de intentie levend met je gevoel, met je emotie. Hoe voelt deze intentie als hij zich al zou gemanifesteerd hebben? Hoe voelt dat in je lijf? Geef de intentie de ruimte en zet hem net boven je, om een volgende intentie ernaast te zetten. Laat alle vormen en beelden zich opvangen in een grote bubbel van licht. En de bubbel van licht is precies voor jou gemaakt. Met de kleuren of geen kleuren die zich aan jou laten zien. En de bubbel van licht kan ook iets anders wezen. Het eerste wat voor jou nu naar boven komt. Vanuit je hart aan jou laat zien. Vanuit je ziel aan jou laat zien. En in deze bubbel van licht en liefde laat je al je intenties vanuit je hart naar boven gaan. En de bubbel van licht maakt een sterke rand en verlicht en krijgt nog meer licht. En hij wordt lichter en lichter en hij stijgt op naar boven. Hij wordt zo licht als de helderheid van een ster.
en zweeft of schiet de lucht in de oneindige ruimte van de ruimte. Kijk dankbaar naar jouw intenties en glimlach ernaar. Laat het los. Laat hem helemaal gaan tot het een sterretje in de lucht wordt en daarna helemaal verdwijnt. En jij hier ligt in de ruimte van je hart. Tevreden, content en vol vertrouwen. Wanneer zal deze manifestatie zich aanschouwen? Vol verwachting klopt je hart. Maar wij wachten niet met smart. Wij lopen straks de deur uit en gaan leven als een klein kind. Kijk ik naar alles om me heen. Wat mag ik dit moment beleven? En om in het moment te blijven, voel je je hart. Adem in door je hart en uit door je lijf. In door je hart en uit door je lijf. In door je hart en uit door je lijf. Voel hoe de liefdevolle energie van je hart door je lijf stroomt met de uitademing. En hoe je bij de inademing je eigen hartenergie inademt. Adem in door je hart en uit door je lijf. En voel het kloppen van je hart. En wees dankbaar voor deze helende reis. En voel hoe je ligt op de mat. En hoe de temperatuur aanvoelt om je heen. Hoe jij de grond raakt. En hoe de grond jou raakt. Hoe je ontspannen op de grond ligt. Adem even diep in. En uit door de mond. In door de neus en uit door de mond. In door de neus en uit door de mond. En laat het laatste restje nog even helemaal gaan. Voel dan je tenen en je vingers, hoe je die langzaam wakker maakt door ze heel rustig te bewegen. En dan heel langzaam misschien ook de rest van je lijf wakker maakt op jouw tempo. Wellicht heb je de behoefte om je even uit te rekken. En uit te strekken als een kat. En doe je op jouw tempo je ogen weer open. Dit was Eowyn Curry op de Bewustzijnsschool. Ik heb nog één tip. Voel deze hele week het kloppen van je hart. Te pas en te onpas. Succes! Namaste.